ik draai er wat heel wat jaartjes mee in de politiek. En dit is gewoon het verschrikkelijkste wat ik nu meemaak. Maar ik neem wel mijn verantwoording. Motie van wantrouwen. Conform artikel 34 van de verordening van de Raad van de Gemeente Steenbergen, ingediend in de raadsvergadering van 19 december 2013. Bij de verklaring van de burgemeester uitgesproken op 19 december 2013. Constaterende dat de burgemeester een openbare inkijk heeft gegeven in haar beleving van bestuurlijk Steenbergen. Uit deze beleving blijkt dat er een diep wantrouwen leeft bij de burgemeester jegens de gemeenteraad, de wethouders en de ambtelijke organisatie. Concluderende dat er hierdoor een onwerkbare situatie is ontstaan. Het is voor ons onmogelijk, het ingezette verbetertraject te continueren. Verzoeken wij de raad het vertrouwen in de burgemeester op te zeggen. De fracties van de volgende partijen hebben dit ondertekend. GBDLP, VVD, CDA, STAN, D66 en DOOR.